We zijn hier in Beringen, in de nieuwe plant van Eco. De bedoeling is dat we hier de LDPE-folies verwerken. Die worden ingezameld vanuit de nieuwe blauwe zak. Deze LDPE-folies gaan we dan verder verwerken tot korrels. En op hun beurt worden die dan weer verwerkt opnieuw tot folies. Dat kan toegepast worden zowel voor vuilzakken als voor landbouwfolies als voor verpakkingsfolies. Onze ambitie is hier om een 35.000 ton te verwerken. En hiervoor zijn er een 30 tot 35-tal nieuwe jobs gecreëerd. Deze bouw van de nieuwe site is een zeer belangrijke stap bij de circulaire economie voor Fosplus. Na de uitbreiding van de inzameling PMD-zak hebben we een dieper sortering van hoge kwaliteit, zoals PE-folie. En die PE-folies worden hier achteraf gerecycleerd. Het feit dat wij materialen gaan leveren voor een lange termijn, 9 jaar, biedt de mogelijkheid voor Eco Beringen om hier te investeren, lokaal in België, in Beringen. We mikken op zo hoog mogelijke kwaliteit hier om als einddoel te hebben dat we een korrel kunnen maken die terug kan ingezet worden om opnieuw folies van te maken. Dus we hebben een zeer uitgebreid wasproces. En ten tweede gaan we ook nog een keer dat combineren met camerabeelden en artificiële intelligentie om een continu kwaliteitsmeting te krijgen. Een tweede grote partner is Biostoom. Biostoom krijgt van ons niet gevaarlijk en niet gerecycleerbaar materiaal en wij krijgen stoom en stroom in de plaats. Stroom om onze machines te laten draaien en stoom om ons drogingsproces te laten werken. Onze ambitie is eigenlijk om hier een nieuwe standaard neer te zetten, waardoor het circulair model vanzelfsprekend wordt in de toekomst. Dat er niet meer gesproken wordt van afval, maar gewoon van een nieuwe grondstof.